Deze week is de kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema dit jaar is Oma's en opa's voor altijd jong. Een van de activiteiten is Schatten van ouderen gezocht in de bibliotheek van Selvert. Floortje Schoevaart, bekend als schrijfster voor onder andere Sesamstraat, is een van de bedenkers achter deze activiteit. Je kan nu nog verhalen horen van de mensen die over een paar jaar er niet meer zijn, omdat die mensen dan dood zijn. Dus dat is vooral het doel, het kijken en horen vooral hoe het nou vroeger was om kind te zijn. En ik denk dat al pratend, ik ben heel benieuwd, ik ga af en toe ergens bij zitten en meeluisteren, dat er heel veel dingen wel veranderd zijn, maar een heleboel dingen zullen ook altijd hetzelfde blijven, denk ik, als kind. De kinderen gaan op visite bij een opa of oma als echte schatzoekers. Ze gaan op visite en ze gaan een gesprekje voeren van een kwartier met een oudere over hoe het was vroeger op school, wat voor regels waren er thuis, wat voor snoep had je vroeger, wat voor spelletjes deed je. Dat doen ze en daarna schrijven ze of tekenen ze het leukste of gekste of raarste verhaal wat ze gehoord hebben. En dat lijsten we in, want fotolijstjes horen ook wel een beetje bij opa's en oma's. Dit soort activiteiten is belangrijker voor kinderen dan je zou denken. Ik vind het heel belangrijk, want straks dan zijn wij er niet meer. En er zijn nog steeds verhalen die bewaard moeten blijven. Dus ik vind het ook erg belangrijk dat verhalen van vroeger, dat die ook iedere keer weer doorverteld worden. Dat is erg belangrijk. Het is een stukje geschiedenis. Deze activiteit is geslaagd, want de kinderen hadden het erg naar hun zin. Het is heel leuk, want dan leer je ook wat over vroeger. En ja, het was heel leuk en die oma moest er heel hard om lachen toen we allemaal vragen stelden. Dus het is heel leuk en gezond om te lachen.